Dames en heren, welkom bij deze spannende Interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jordi Mulder. Deze Veldienstarena, de thuisbasis van Schalke 04, biedt plaats aan ruim 61.000 toeschouwers. En bij internationale wedstrijden ligt het aantal iets lager. Dan mogen namelijk van de UEFA niet alle plaatsen worden gebruikt. Nee, precies, want tijdens de competitiewedstrijden van Schalke zijn er staanplaatsen, een stuk of 20.000. En bij Europese wedstrijden worden die omgebouwd tot zitplaatsen. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Ze gaan van start in een traditionele 3-5-2 formatie. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. De ploeg begint in een traditionele 3-5-2 formatie. En daar gaan we dan. Maar eens kijken wat men vandaag allemaal van plan is. Biszczek. Ze krijgen een ingooi. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Gomez. Milik. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Götze. Ja, en nu? Wat een doelpunt. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Het eerste doelpunt van vandaag. Milik. Götze. Gomez. Bal kwijt.
zien of de tegenstander er wat mee kan. Kroos. Herman. Gutsen. Gundogan. Kijk nou, de bal komt terug van de lat. Strafschop, geen twijfel mogelijk. De scheidsrechter gaf zonder te aarzelen de strafschop. Maar dat hij geen kaart trok voor die overtreding. Nee, dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht. Eerst genomen hoor. De bal gaat erin. De strafschop wordt benut. Goed benut de strafschop. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Biszczek. Milik. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. We krijgen een inworp op een interessante plek. Eens kijken of ze daar gevaar mee kunnen stichten. En de bal verdwijnt weer over de zijlijn. Inworp dus. Royce. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. De scheidsrechter lost het op en de vrije trap voor Duitsland. Lewandowski. Ze vechten om de bal. Lewandowski! En de keeper heeft hem zonder problemen. Müller. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Kroos. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Lewandowski. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek.
Wat levert deze vrije trap op? Sikorski, hij zit erin. Dat was een prima doelpunt. Prima kopbal uit die corner. Die bal gaat erin. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Gutsen. Gundogan. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Gutsen. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Doorgetikt. De bal wordt volgezet, maar de keeper zit te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Herman. Bal weer terug. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje... Dat was gruwelijk mooi. Het gevaar blijft. Milik. Ze mogen ingooien. Kroos. Gundogan. Herman. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Vlasikovski. Ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Dat is geel. Die slijding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 2 tegen 1. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Nou, persoonlijk vind ik dat hij het niet slecht gedaan heeft in de eerste helft. En hij heeft zijn doelpunt te pakken. Maar de rest van de ploeg liet het een beetje afweten. En daardoor staan ze nu achter. Zo, de tweede helft is onderweg en Duitsland staat voor.
Ik ben benieuwd of ze het nog moeilijk gaan krijgen. Gomez. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Lewandowski. Hij krijgt hem op de slot. Nee, die bal gaat er niet in. Ja, dat is jammer. Heel jammer. Helaas geen doelpunt. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Gomez. Knap gedaan, maar de bal is hij kwijt. Nou, bal kwijt. Zien of de tegenstander er wat mee kan. Hummels. Müller. Aardig geprobeerd, maar het balbezit zijn ze kwijt. Blasikowski. Milik. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafschopgebied. Eens kijken. Wordt dit wat? Kijken wat ze met die corner kunnen. Hij baalt daar wel van, maar die wissel is in zijn eigen belang. Als hij geel had gekregen, dan had hij de volgende wedstrijd moeten missen. En dat is nog minder leuk. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Gaat goed. Hij dacht opnieuw te scoren. Ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren, Evert. Gundogan. Gomez. Oh! Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Gomez. Uitstekende onderschepping. Dat had een doelpunt kunnen worden. Blasikowski. Schmelzer. Kroos. Wat een vaart. Een uitstekende redding van de keeper. Dat was een hard schot, hoor. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren.
Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek. Hij kopt hem. Recht op de keeper, dat schot. Lewandowski. Kamil Krosicki. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Milik. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Ze zijn nog maar met z'n tienen. En tot welke verandering zal dat leiden? Ja, ze staan voor. Dus het zal wel moeilijk worden nu, hè? De coach probeert uiteraard het overwicht te behouden en de voorsprong vast te houden. Ze hoeven alleen de concentratie nog te verbeteren en rustig de wedstrijd uit te spelen. Sikorski. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet goed bij. Nee, de bal was gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Schmelzer. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. En dat is natuurlijk Hens. Daar valt niet over te twisten. Bal retour afzender. Kamil Krosicki. Heel goed ingegrepen. Hiermee houden ze het heft in handen. De bal trilt nog na en de bal komt terug het veld in. Het verschil is maar één doelpunt.
Kunnen ze die voorsprong vasthouden tot het einde van de wedstrijd? 5 minuten nog op de klok. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. Vlasikovski. Een schermutseling om de bal. Keeper krijgt de bal. Müller. Kijk nou. Bal blijft in het spel. Nog maar even. Als ze hier een doelpunt uit kunnen halen, dan weten ze zeker dat ze winnen. De keeper neemt het zeker voor het onzeker en knokt de bal weg. Hier zit misschien nog een doelpunt in. En dan zijn ze de onbetwiste winnaar hier vandaag. Kijk eens. Goed gepakt, keeper. De keeper voorkomt de tweede goal van deze voetballer. Ja, dat is jammer voor hem, hè. Het zit erop voor vandaag. Het is al eerder vertoond dat de ploeg die met minder spelers moet spelen, de wedstrijd uiteindelijk toch weet te winnen. Hoe kan dat nou toch eigenlijk, Jury? Ja, eigenlijk moet het niet mogelijk zijn, Evert. Maar ja, je denkt, ach, we hebben een mannetje meer. En dan gaat het wel wat makkelijker. Iedereen gaat een beetje de boel onderschatten. Wat vond je vandaag van Müller? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.